van mevrouw de Schepelen, de bronzen medaille om uw hals. En daar u wordt plaatsgenomen van de andere. Van de andere zijde, tenminste, ik zeg het. De nummer 2, Katrien Teyre, provincia Katrien. We hebben het podium met Maria, met Stanley en met Katrien. En dan zien we een volledig bloedende podium van onze vrienden van Herentals. Kom op, Jan, kom op, Stefan, kom op, Wesley. Kom op, Maris. Kom op, Stijn. Kom op, Andy. Kom op, Raf, korter tegen. Goed bezig, man. Kom op, hè. Op Geert. Op Frank. Op Herman. Op Benny, probeert er goed bij te blijven. Goed bezig. Kom op, hè. Korter er tegen blijven, kom op. Het is goed op, hè? Oh, hè? Die is altijd. Okay. Hun veldloop voor 2017 hier in en die zijn maar rondelijke vijver die deel helemaal vanuit is. Geen dameswedstrijden vandaag meer. Nee, rechts nog slechts 2 wedstrijden. Dat zijn de junioren, de heren en de laatste heren die samen hun wedstrijd gaan bepinten. En dan straks de apotheose, de lange cross met de wedstrijd voor de senioren. Straks over bijna 10 kilometer zal beslecht worden. Kom aan, Arne! De volgende wedstrijd zijn de junioren en de masters. De wedstrijd die beslecht wordt over een afstand van 62, 75 meter. De A, de B en de 3 ronde C-rondes. Die wedstrijd komt door de standgeel. Waarvoor dank natuurlijk ook aan de stand. En de eerste man die we gaan vernoemen in deze wedstrijd. En deze keer wel uw volledige en zusternaam Roger van der Velde. Van der Velde is iemand die hier nu ook in de wedstrijd zit. En een master is uiteraard. Ah, hij gaat op de kaart.
Dan mee, ik ben absoluut tegenstander van dat ze een bond doen van elke aftelde afdoen. Dat wel eens kan doen. Ik vind dat elk type loop. Dat was een crossparcours, hè. Dat kon zeker met deze. We hadden een lange helling, een korte helling. Een lange afdaling, een korte afdaling. Dat was er een kaal, hè. Kom op. Hey, kom op, hè. Dat is altijd hetzelfde. Hè? Waarom had u zelf dat? Zomaar van het veld 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 van het Dat is gewoon een gepakt voor te proberen. Ja. Kom op, hè. Kom op, Herman. Kijk, dat pad dat we heel de tijd volgen, dat loopt daar. Dus dat komt eigenlijk op het pad. Deze te laten liggen. Ik heb die wat nog in de hele. Ja, ik kom hier te spoelen. Want anders ga jij niet rond geraken, hè? Ja, dan ben ik. Kom op, Erik. Kom op, hè. Kom op, kom op, kom op. Pieter Hendricks, moeilijk te maken, 47-06. Martien is ook herkend. Wesley van der Gaarde met nummer 48-09. Nog twee mannen van Erendals, Johan en Stefan. Stefan Rennen en Johan Vult, gedaan. En hebben we al een junior die moet passeren, dag of niet? Wel een junior gepasseerd, de tweede met het nummer 3, 4 en 1, Stijn van Eels. Maar geel. Nou, Josje. Goed, hè. Handboord, kom.
goed bezig. Dank je wel. Verder is het rugby aan het starten van de onderwerpers. Kom aan Arne, laat het niet doen, man. Kom aan, Jacob, goed bezig. Dan nog even vermoedigen. Dan worden we aan de inschrijvingen en nu bijna struipen. Eén van onze eigen atleten met een dag in zijn vriend. Eigen vriend. We zijn terug aan de overkant, dames en heren, want daar zijn de eerste. Ja, dan heb ik hier al gezien of wat?
79, de vijfde junior. De eerste Smorsters. Ziet u geven. En de wagen terug heeft naar rechts. En de Pieter Hendrik is onder voeten naar de vierde plaats gereden. Waar het liefst is weg. Dan moet Thomas zijn beste beentje horen natuurlijk om te blijven waar hij is, namelijk op de eerste plek. Eerste junior, met het nummer 479. Thank you.
16-17. Landsrijke overwinnaar. Thomas Hendricks. Thomas, laatste rechte lijn tot onder de boog lopen. Proficiat Thomas. 52-75. De derde man in de wedstrijd. Voor iemand van Boyschot. De derde man in de wedstrijd. Pieter is op de vierde plaats geëindigd. 48-09. Wesley van der Gaar. De vijfde plaats. Bart Liekes op de zesde plaats. Proficiat Bart. Mooi gedaan, joh. Kijk daar aan de bar. Je lacht niet. Dat is zo niet waar. Wat is er? Heb je een probleem? Ik help je. En zo overheen. En dan kijken we uit naar de aankomst van zo dadelijk de eerste junior. Tweede plaats hadden we Stijn van Eels. De eerste en de derde, die zijn we nog schuldig. Aankomst van het nummer 48-27 van Herentals. Net achter de maatje van Herentals. Oké, een beetje voor iedereen. Hier in Frankfurt, hier zijn we niet. Dus allemaal zich mee. Van links en naar rechts. En van boven naar beneden. Dit is de nieuwe Afrika. Eerste plaats hier voor het nummer 479, eerste junior. Lander Vermeulen, de overwinnaar, dames en heren. Lander Vermeulen, eerste junior. Lander, niet te ver weglopen. Stijn Dan Eels komt nu over de streep. Tweede plaats voor Stijn Dan Eels. Ook Stijn, niet te ver weglopen. Dan wachten we nog op de derde.
Master 52-75. De tweede. Thomas Hendrik 731. De derde man in de wedstrijd. Een podium zowel bij de junioren als bij de masters. En dan draai ik aan. Een van de broers Hendrik, de winnaar. En nummer 47-06-52-75. Om richting de aankomst te komen. We ook de aankomst gekregen van Anton van Dijk. De junior van de club al hier. Doen we een oproep in wedstrijden om richting het podium te gaan. Dat mevrouw de Schepenen jullie de medailles kan overhangen. Dat we een podium kunnen organiseren voor jullie. De tweede in de wedstrijd van het Looise is dan ook ergens in de buurt. Nummer 52-75. En natuurlijk ook onze drie laureaten bij de junioren. Niet te ver weglopen. We hebben de aankomst zien van Tweede plaats.
is behaald door van mevrouw de Schepenen. En de allerbeste was niemand minder dan de jongste van de twee broertjes Hendrik van Brie, moet ik eigenlijk zeggen zeker. Thomas Hendrik, dames en heren. Proficiat voor is geëindigd op de derde plaats. Niels Vermeulen. Proficiat Niels. Voor u de medaille, de bronzen medaille. Van de velden kunnen meegeven. Proficiat Roger. Een heel kleine voorsprong heeft op de achtste man in de wedstrijd. En dan zijn we weer helemaal live bij de seniors, waar doorkomst van nummer 9, 10 en 11. 12 is een man van attack met het nummer 47, 21. Proficiat man van de club van Boyschot. En daarmee kunnen ook de officials de boeken sluiten wat betreft de voorlaag.